Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed 4, hier op Vaco Games. En jongens, Edward heeft net een hele lange reis over zee achter de rug en we zijn ondertussen aangekomen bij dit schitterende tropische eiland. Wat is hier hartstikke mooi. Alleen wat niet zo mooi is, is dat daar verderop, bovenop die berg, een fort ligt. En dan zou je denken van Vaco, wat is dat dan voor probleem? Een fort kan je toch overhoop schieten? Klopt. Alleen Edward, die kan niet zo goed mikken. Dus dat is een beetje een probleem. En bovendien is het hier ook verboden gebied. Dus als zij mij zien, krijg ik waarschijnlijk ongelooflijk veel problemen. Eén gek. Nou, ik zie een hele boot vol, toevallig. Deze hele boot zit vol met gekken. Maar ja, het zal wel zo wezen. We gaan gewoon kijken wat we moeten doen. Ik hoop dat we dat fort overhoop mogen schieten. Dat zou best wel fijn zijn. Ik heb echt al zo lang niet in de oneindigheid rondgerend. We rennen rond in... Oeh, een groot licht. Ah, ik wil naar het grote licht toe rennen. Oh. Ze doen niet wat één krankzinnige zegt. Dat is niet handig, want Edward is de baas. En meestal is het verstandig, zeker bij piraten, om naar de baas te luisteren. Als je dat niet doet, heb jij waarschijnlijk een heel groot probleem. Want Edward heeft bovendien een heel groot zwaard in zijn hand. En nou krijg je van mij een levensles. Van mij als met mijn 26 jaar levenservaring. Als iemand een zwaard in zijn hand heeft en hij zegt dat je iets moet doen, dan kan je het beter doen, want voordat je het weet heb je een zwaard in je nek. En dat is natuurlijk niet zo heel erg gezond voor je. Nee, oh, zie je wel. Iedereen is het ermee eens, omdat Edward een zwaard in zijn hand heeft. Slim, 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 slim. En nu? Waar gaan we nu heen varen? We gaan naar de rand van de jungle. Oh, dat is goed man, dat is goed. De rand van de jungle. Nou, daar is de jungle. Ha! Plans! Verboden gebied. I really don't give a single crap. Het verboden gebied boeit mij niet. Hey, kistje. Wat zit er in de kist nummer 1? Edward, maak eens kist open. Beroven. Klunk. 3 keer stof. Nuttig. Nuttig, daar kunnen we wel dingen mee doen. Een nieuwe broek van maken bijvoorbeeld. Edward zou best ondertussen wel eens een nieuwe broek kunnen gebruiken. Deze broek is ondertussen oud. Kom Edward, klimmen als een baas. En nu? Oh daar. Hey, er is hier ergens een kist. Ik wil die kist. Ik wil gewoon alles hebben tegenwoordig. Normaal gesproken doe ik daar niet zo aan om alles te zoeken. Maar nu wil ik eigenlijk alles wel hebben. Waar is die flipping kist dan? Edward. Edward. Nee, niet om het hoekje kijken, daar is niks te zien. Ga nou gewoon naar boven. Goed zo. Je kan toch... Hoe kom je... Edward. Edward, niet zo falen. Edward. Jullie denken dat Assassin's Creed spelen leuk is, hè? Niet met deze man. Oh. Goed. Nee, Edward. Edward. Nee, niet. Edward, niet om het hoekje kijken. Ga nou. Je kan dat. Zelfs ik kom hier naar boven. En dan ben ik niet al te lenig. Dit is toch gewoon prima te doen? Nou, nog een keer proberen, Edward. Edward, ja, goed zo. En dan gaan we via die kant. En dan gaan we zo. Nee. Luister nou eens, foppiraat dat je bent. Als iemand Edward wil hebben, je mag hem hebben. Kom hem maar halen, ik hoef hem niet meer. Deze man is zo ernstig. Nou, gaan we dan maar die kant op, Edward. Je stelt me een beetje teleur, jongen. Hoe hoog moeten we? Nou, misschien dat we dan via deze kant moeten. Misschien dat het dan zo moet. Ik vind het een beetje jammer van je, Edward. Normaal gesproken klim je altijd overal op. En nou heb je in één keer geen zin meer. Oh, misschien moeten we via deze kant. Ah. Oh, je moest zo. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè. De andere kant had je niet opgekund. Nee. Dat is impasse broek. Ho, 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 Edward! Oeh, mooi bloemetjes. Klim. What's up? Maar dan missen we een animus fragment, die wil ik ook hebben. Edward, echt, kom op. Ho, 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 ho. Goed zo, Edward. Eindelijk doet hij eens een keertje wat nuttigs. Hé, hé. Een tijd geduurd, gozer. Hier is een animus fragment, dank u. 1 van de 5. Oh, er zijn er ook echt 5. Weet je wel hoe heel veel werk dat is? Om dat allemaal te vinden, jongen. Edward, echt.
Zet dan gewoon je voet erop. Deze man faalt zo enorm hard. Heb je ooit wel eens een keer iemand zien falen? Nou, wees maar blij dat hij dat deed. Want Edward, die kan er ook wel van. Maar waar is dan die kist? Nou, wil ik weten wie die kist is ook. Nou, wil ik het weten. Oh, hier. Edward faalt, maar je kan niet zeggen dat hij geen doorzettingsvermogen heeft. 3 hele kogels. Wow. Ken je bek nog verder open? Hoe gaan we nou weer naar beneden? Wat gaan we dat nou weer doen? Hier die kant. Hoi. Zo moest hij dus. En dan laten we ons hier vallen. En dan. Hup. En ik klim nog niet ver. Ja, zo moest hij. Wat zei je? Ik ben tevreden. Tijd geduurd, maar ik ben tevreden. We moeten natuurlijk nog steeds uitkijken voor vijanden. Want we zitten hier nog steeds in verboden gebied. We mogen hier helemaal niet komen. Ik zie helemaal geen vijanden, maar we zijn alle vijanden gebleven. They are all gone with the pixies. Oh, daar lopen er een paar. Ah. Oké, die gaan we eens even een mes in zijn nek juken. Kom eens. Nee. Ik vroeg om te Oh, dat was E. Ah, verkeerde knopje. Oké, mijn fout. Mag ik een kogel terug? Dank u. Oh, 3 kogels. Sowieso. Ze zijn nog aan het schieten. Dat ken ik ook. Hoi! Ah! Drood 5 kapiteins. Als een pro, Edward. Kijk, hij gaat het een beetje goed maken. Dat is fijn. Al dat gefaal van hem. Rookbommen. Links of rechts? Ik ga voor links. Bij gebrek aan beter. Hé, hey, er is er nog een kist. Waar dan? Je kan het toch wel... Je kan het toch gewoon naar boven klimmen, faalpiraat dat je bent? Nou, laat me zitten. Kom eens hier. Hallo? Daar is hij. Nee! De fluit nou gewoon! Niet elke keer schieten! Kom eens hier. Hé, hey, blijf eens hier. Je wordt zo moe van deze man. Die kist staat er boven ergens. Oké, deze keer fluiten, Edward. Wat is dat? Kom eens hier. Hij luistert niet. Kom eens hier. Hé! Hey. Niet! Zo. Hij krijgt meteen een kogel en had zoiets van... Huh, wat gebeurt hier nou? Hoe kan je zo'n kogel overleven? Weet je hoe pijn dat doet? Hé, hey, hier kunnen we naar links. Hé, 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 hé! Waar komen we hier dan uit? Wat zit nou even tempel? Oh, er staat er eentje. Hoi! Nee, niks aan de hand. Niks aan de hand! Zei ik toch! Maar ik heb wel de schat gevonden. Kijk eens eventjes hier. Klink! 2 kogels! Mooi man! 2 van 10 kisten. Net waren er nog 5. Of nee, dat waren animusfragmenten. Hey Edmund, heb je je wapen al herladen ondertussen? Zou wel fijn zijn. Als je hem te weer moet schieten. Hop, onderdoor! Hup, hup, hup. Hier links loopt er weer eentje. Mijn maat. Oh ja, ga eventjes uitgebreid staan herladen, tuurlijk. Oeh, oeh. Ligt daar een animusfragment? Oh, daarboven! Hoe gaan we daar nou weer bij komen? Via hier. Niet! Kom op, Edward. Doe nou eens een beetje je best. Je stelt de hele mens uit teleur. Hoe gaan we er dan bovenop komen? Dat kan helemaal niet. Via hier. Edward. Je stelt me echt op misschien via dit ding. Oh, bijna. Laat me zitten. Deze man faalt te erg.
Dat is niet gezond. En die paar kogels die die kapitein net van zijn bakkers kreeg, die waren ook niet gezond. Maar we zijn ondertussen beide bij de rand van de jungle. Dan maar geen animusfragmenten hoor. Ik neem ze mee als ik ze toevallig zie liggen. Edward, ga er nou gewoon onderdoor. Klimmen. Nee, dat kan niet. Oh, je kan... Deze kist wel. Oh, ja, kist. Kist. Klink. Een gouden kompas. Als een pro. Daar kunnen we de blitz mee maken bij de dames. Hey, wisten jullie dat ik een piratenkapitein ben? Ik heb ook een gouden kompas. Nou, weer verder naar beneden. Hop. Dit gaat lekker. Oh, via deze kant. Hier zal waarschijnlijk wel zometeen ergens dat we ergens uitkomen ofzo. Hop, hop, hop. Er is daar ook een animusfrag. Laat maar! Ik ga niet eens meer moeite lopen doen. Schijt in die animusfrag. Oh, daar! Deze kan ik wel vinden. Deze is niet zo moeilijk. Edward. Oprecht. Ik irriteer me aan je. Wat is dat? Ja, maar dan wil ik die andere ook hebben. Nou wil ik hem ook meenemen ook. Waar is dat ding? Want dat is het bekijken. Eerst weten waar die is. Hij moet daar ergens zijn. Hoe gaan we daar dan bij komen? Ik zie hem niet eens. Misschien dat we het bochtje om moeten. Misschien dat we hem dan zo meteen zien. Dat ze een soort van teaser geven. Zo, maar er komt er zo meteen nog eentje aan. Ja, of niet. Dan gaan we heel dieper steeds de jungle in. Uh-oh. Kom eens hier. Kom maar. Spanjaard. Kom eens. Oh, ze hebben alles in de gaten. Allebei. Oh, ja. Ze hebben gezien. Oké. Okay. Dat is één. Dat is twee. En jij bent nummer drie. Oh man, die man heeft een bijl. Zeker om alle bomen om te hakken. Mis! Auw! Auw, toch niet. Beetje jammer. Auw! Uh-oh. Ga je bommen opblazen, Jan? Probeer hem door zijn eigen bommen heen te laten lopen. Ja, die dan! Een grijs stuk Spanjaard. Shit, er zijn er nou nog een heleboel. Maar ik kan toch niet deze kant daarheen. Hey! Misschien dat we zo met het animusfragment uitkomen. Nee, maar wel bij de schatkist. Ook goed! I'll take it! Ah. Een jadenbeeldje. Nou. Steek in je zak, Edward. Die staat mooi op de schoorsteen. Wat nou weer? Oh, hallo. Ben er niet. Nou, even zoiets van, ja, nou, is de basjes in gered. Het zal wel goed zijn. Doe maar herladen, Edward. Dan schieten we gewoon die gozer uit de bam. Kom eens hier, vriend. Kom eens hier. Ah, nummer fragment. Let op. Oh! Wow! Die deed pijn. En zij vinden het allemaal helemaal prima, zie je dat? Ze hebben niet zoiets van... Oh, hi. Oh, dat werkte niet. Kap, prik hem, Edward! Prik hem! Au. Oh, die was gemeen. Die was heel gemeen. Maar het werkte wel. We willen raak schieten. Stomme Spanjaard. Nou, wegwezen, want die gozer gaat weer schieten! Oké, wegwezen! Echt, heeft hij het echt niet in de gaten? Wat een mafklapper. Sommige Spanjaarden zijn wel echt super dom. Echt bizar. Echt bizar dom. Waarom kan je hier nou niet meer op? Je kon er net wel bovenop. Wat is dat?
Die kant en die kant. Pak maar even Radimus fragmentje mee. Hop. En daar. Dan komen we er waarschijnlijk nog eentje tegen, want we hebben er één laten liggen. Dan hebben we er vier. Ze moeten er nog ergens eentje tegenkomen in dit bos. Het grote donkere bos. Oh, hi. Vermijd gevechten en vermoord Ducasse vanuit de lucht. Maar eerst moeten we Julien da Casa zien te vinden. Oh, hij heeft me gezien. Dus we moeten iemand vermoorden vanuit de lucht. Ik zou niet eens weten wie. Maar als we hem vanuit de lucht moeten vermoorden. Waar is die vent? Ja, dan zie ik de hele boot niet meer. Ook onhandig. Je ziet me. Niks aan de hand. Niks aan de hand, zei ik toch. Hoe gaan we daar naar bij komen? Daar staan bewakers. Daar staat een bewaker. Daar is die vent. Het water. Dat is de enige manier die ik op dit moment kan bedenken. Daar staat een Spanjaard bovenop dat ding. Zie je hem? Ik zie hem wel. Zullen we hem kunnen pakken? Ik ga het gewoon proberen. Het was geen gevecht, tenminste voor hem niet. Komt er daar zo nog eentje aan? Die kant op. Als we hem ook kunnen pakken, dan is de route naar de boot vrij en dan moeten we alleen maar ongezien boven dat die boot niet komen. Hier. Spanjaard. Hallo. Kom eens helemaal hier naartoe wandelen, meneer. Kom eens. Nee, loop niet helemaal deze kant op. Oh, vent ben je. Ik had gehoopt dat hij helemaal deze kant op kon lopen. En dat ik hem gewoon van dat ding af kunnen trekken. Net als met die andere dude. Maar nee hoor. Dat moest allemaal weer eens anders. Hij loopt daarheen. Dan ziet hij me hier niet. Kan ik maar ademhalen. En weer onder water. We moeten de andere kant van die boot zien te komen. Waarom zou je daar kanonnen neerzetten? Waarom zou je dat doen? Er loopt er helemaal vol met water als er een beetje een grote golf komt, of niet? Nou ben ik geen botenontwerper of zo, maar dat lijkt me toch niet echt heel erg slim. Hier is de boot. En hier moeten we naar boven. Camera, Edward. Laten we het vanuit de lucht proberen. Ik wil 100% scoren hebben deze keer. Got him! Maar was dit officieel vanuit de lucht? Ik vind van wel. Ik ben namelijk van dat dingetje. Hij stond lager, dus ik vind het officieel vanuit de lucht. Hey. Nou, hopelijk is het goed. Ik heb een gevecht vermeden en ik heb hem vanuit de lucht gepakt. Bro, Edward. Applaus. Oh, mag ik die hoed meenemen, please? Een sleutel. Nuttig. Maar misschien is het zo'n sleutel van zijn dagboek. Lief dagboek, vandaag heb ik heel veel dingen gestolen. Dat kreeg ik een heel naar gevoel van. Ah, vrolijke vent. En nou wegwezen zeker, want de hele boot zit altijd met chagrijnige figuren vol. Of, oh, ze laten hem ook echt gaan. Oké. Okay. Nou joh, helemaal prima. We hebben een eigen baai. En een hele grote boot. Ik wil die boot houden.
Missie voltooid. Vermijd gevechten is gelukt. Ik heb helemaal niet meer... Ja, in het bos. Maar toen mocht het toen ook niet. Ja, dat is flauw. Ik zag het pas staan op het moment dat ik hier in die baai aankwam. Nou ja, ik vind ook 100% gehaald, de Faco Gamers. Ik heb helemaal die hele stuk in dat hele dorp helemaal niemand boos gemaakt. Dus ik vind het helemaal prima. Faco Gamers, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie morgen natuurlijk ook gewoon weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed 4. Als jullie mij willen helpen, doe dan natuurlijk eventjes een like. En ik denk dat Edward feest gaat vieren in zijn eigen baai. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen. Mazzel!